deze week weer een bijzonder mooi pakketje mogen ontvangen. En het gaat namelijk om deze bad boy. Dit is de Logitech G923. En misschien heb je hem al voorbij zien komen, want Logitech is hem op dit moment hartstikke hard aan het marketen, aan het pushen. De frontman hiervoor is Fernando Alonso, die mag dit ding morgen aanprijzen. Ik zal alvast verklappen, ik ben alvast aan de slag geweest met dit stuur. Niet deze die hier op mijn bureau staat, nee, ik heb al een andere mogen testen op een event van Logitech in de Mediamarkt. Dat was met Assetto Corsa Competizione voor de PlayStation 4. Dat was toen een van de weinige games die al volledige ondersteuning had voor de G923. En een klein achtergrondverhaal van de G923. Logitech is al jaren ijzersterk wanneer het gaat om entry-level posities van officiële simrace-stuurtjes. De Logitech G29 is een absolute legende. Laten we beginnen bij de instapprijs. Af en toe kan je die al vinden voor €150 tijdens een goede aanbieding. Dat is een stuur met force feedback, eigenlijk alles wat je zou willen hebben. En nog belangrijker, een hele goede set pedalen. Ik ben zelf begonnen met de Thrustmaster T80. Dat is een super basic stuurtje. Daarna ben ik naar de Thrustmaster T300 RS gegaan. Dat is een bell-driven stuur, wel force feedback. Een prachtig stuur. Ik heb daar uiteindelijk ook die F1 uitbreiding voor erbij gehaald. Ontzettend tevreden mee geweest. Eén groot nadeel van die Thrustmaster T300 RS was altijd dat de pedalen, de standaard pedalen in ieder geval die erbij zaten, dat die niet heel erg best waren. Maar dat is een stuur van €400. Dus dan begin je toch al wel tegen redelijk serieus geld aan te kijken wanneer je wil gaan beginnen met simracen. En om heel eerlijk te zijn, ik vond altijd dat Logitech met zijn G29 een beetje tussen de T150 van Thrustmaster en de T300 RS in zat. Ongelofelijke value for money. En de Logitech G29, dat is een gear-driven stuur. Dit was een belt-driven stuur. Dit is een gear-driven stuur ook. En ik ga hem eigenlijk maar gewoon openmaken. En we gaan gewoon zien wat erin zit. Ik zal wel vast klappen. Het is niet een nieuwe doos. Ik denk dat die al gewoon open is geweest bij een andere redactie. Of wat dan ook. Het gaat hier om een reviewkopje. Hij moet uiteindelijk ook gewoon weer terug. Maar het is gewoon om bekend te raken met de Logitech G923. Nou, hier hebben we gelijk een adapter erin. Niet heel erg interessant natuurlijk. Maar laten we beginnen met de pedalen. En, hier zijn de pedalen. Ik schuif deze heel even iets aan de kant, zodat jullie dit ook kunnen zien. Dit zijn de pedalen die erbij zitten. En als ik dit zo voel, dan voelt het heel erg goed. Dit is bijzonder zwaar. Dit is zwaarder dan wat ik heb nu op dit moment van de Fanatec CSL Elite F1. En al helemaal een stuk zwaarder dan de Thrustmaster pedalen die ik heb. We hebben natuurlijk koppeling, een rem. Oh, die rem die voelt vrij goed. En een gaspedaal. Drie pedalen dus. En volgens mij, als ik zo de rem indruk, moet hier wel een progressieve veer in zitten. En dat is natuurlijk goed nieuws. Dus op het eerste oog zijn gelijk deze pedalen alweer gelijk van een hoog niveau zoals je van Logitech gewend bent. Hij is te monteren. Hier zie je de verschillende punten waarop je bouten kan indraaien wanneer jij een grote simbrick setup al hebt staan. Kan je deze mooi erin verwerken. En deze heeft iets nieuws. En dat is wat je hier ziet. Want normaal gesproken kan je ze natuurlijk gewoon monteren, maar mocht je niet die luxe hebben en een vloerbedekking hebben of een tapijt of iets dergelijks. Hieronder zit een soort klein kammetje met pinnetjes erop, dat wanneer je die eruit switcht, dat die ook gewoon goed stevig blijft liggen op een tapijt of een vloerbedekking. Dat is in ieder geval goed nieuws dus. Pedalen zien er goed uit. Dan gaan we gelijk met de pièce de résistance beginnen. En dat is natuurlijk het stuurtje zelf. Plastic heel even weg. Kijk even of het anders erin zit. Nee, dan gooi ik deze ook meteen weg. En wanneer je deze erbij pakt, laat hem zo maar heel even zien. Doet deze natuurlijk heel erg denken aan de Logitech G29. Eigenlijk
ziet hij er qua layout exact hetzelfde uit als de Logitech G920. Wat andere kleurtjes, iets andere materialen over het algemeen. Dit is aluminium, dit is leer, voelt heel erg goed. Genoeg knop op de voorkant, een draaiknop. Heel erg fijn is dat wanneer je snel je rembalans wil aanpassen of whatever. Je kan die zelf een keybind geven natuurlijk wanneer je hem op PC speelt. Wat ik hier heb is de PlayStation versie, maar deze werkt ook op de PC. Er is ook een Xbox versie, dat is echt een aparte versie. Die moet je wel echt apart kopen, dus je kan niet deze voor beide systemen gebruiken. Het is altijd Xbox en PC of PlayStation en PC. Helaas heeft dat met licenties te maken, doodzonde. Maar het is wat het is. En al gelijk om erbij te verklappen. Mocht jij een PlayStation 5 gaan halen of een Xbox Series X. Het stuurtje wat je hebt gehaald voor de Xbox One of voor de PlayStation 4. Gaat ook werken op de PlayStation 5 en de Xbox Series X. En dat is natuurlijk goed nieuws wanneer je een hoop geld neerlegt voor zo'n stuurtje. Een ander ding wat je ziet. Hier zitten clamps onder. Die kan je met dit draaiknopje kan je die losse zetten of juist vast draaien. Daarmee kan je ze vastmaken aan je bureau. Dat is natuurlijk een manier om te spelen. Ik zou altijd aanraden om gewoon de vier bouten te gebruiken die hieronder op zitten. En dat werkt dus alleen wanneer je een simrig hebt of een playseat of iets dergelijks. Een ander ding wat ik wel zie, waar ik gelijk al wel een beetje mijn vraagtekens bij heb, is de bekabeling. Je ziet hier onder de kabel liggen. En hier zit een klein gootje. En daar moet je de kabels dus doorheen leiden. Dat moet je wel heel secuur doen. Want wanneer jij zo'n stuurtje monteert op jouw bureau of je simrig. En de kabel komt er tussenin te zitten. Dus hij zit niet goed in het gootje. Dan kan je dus ook je kabel breken. En dat is iets wat je absoluut ten koste van alles wil voorkomen. Ik ga hier de komende week enorm mee aan de slag. Dat doe ik voor de review op GameKings.tv. Dus mocht je heel erg benieuwd zijn naar de review op GameKings.tv, hou die website in de gaten. Daar ga ik er uitgebreid op in. Dat doe ik denk ik samen met JJ. En daarbij gebruiken we dit stuurtje in combinatie met een aantal van de meest populaire race games op dit moment. Denk bijvoorbeeld aan een F1 2020, maar bijvoorbeeld ook aan de Dirt 5 dat eraan zit te komen. En Assetto Corsa Competizione, dat is een van mijn favoriete racing games ook. GT Sport gaan we misschien nog wel bij gebruiken. Dus gewoon de meest populaire race games op dit moment. Om te kijken of deze er goed mee gaat werken, want deze stuur heeft een feature en ik moet nog gaan ontdekken of de feature is of een gimmick. Maar het is de True Force Feedback. Dat is een nieuwe feature van Logitech. En het zou ervoor moeten zorgen dat de force feedback die je terugkrijgt in het stuurtje nog veel gedetailleerder is dan je normaal gewend zou zijn van de race game. Maar er zit een addertje onder het gras. Wil je echt gebruik maken van die True Force Feedback, dan moet de game dat ook ondersteunen. Dus de game moet een patch gaan krijgen, specifiek voor dit stuurtje, want anders werkt True Force Feedback niet. En dan heb je gewoon reguliere feedback. En die True Force Feedback, dat zorgt gewoon dat bepaalde physics en andere elementen uit de game vertaald kunnen gaan worden naar het stuurtje van de Logitech. Dus nogmaals, ik weet niet of het een gimmick is of een echte feature. Maar dat zou ik absoluut de komende tijd gaan onderzoeken. En dat hoor je dan ook van mij in de review van GameKings.tv. Dit was een korte unboxing en een beschouwing van de Logitech G923. Dit is de PlayStation versie, ook verkrijgbaar dus voor de Xbox en de PC. Ja, rest mij niks anders dan deze bad boy nu straks aan te gaan sluiten. En om te gaan kijken of het wat is. Voor nu, bedankt voor het kijken. En mocht je nog vragen hebben, drop ze dan absoluut hieronder in de comments en dan zal ik mijn best doen voor je om die te gaan beantwoorden. Bedankt en tot ziens. Ciao!
Een absolute droomstart. Dit had ik niet durven te dromen. Ik kreeg net wel een flinke poor van achteren. Het zal er ongetwijfeld mee te maken hebben dat ik daar net ook niet heel netjes was. Maar alles voor de punten, hè? Alles voor de punten.